Voetbaltijd wordt mede mogelijk gemaakt door... Daar zijn we weer met een aflevering van Voetbaltijd vanuit het Van der Valk Hotel in Amsterdam aan de Zuidas. Met in de opstelling vandaag René Wagelaar. René, welkom. En Peter R. de Vries. Peter, welkom ook. Ben jij nou nog voetbalmakelaar? Nou, niet in de zin dat ik langs de lijn sta in het weekend. Dat deed je wel, hè? Dat deden we wel, maar onze focus heeft zich langzaam verschoven van het begeleiden van spelers naar meer de juridische kant, de contractuele kant. Ik doe dit samen met mijn zoon Royce, die is advocaat. En we benaderen het nu meer juridisch, treden op bij conflicten, bij geschillen, bij inbreuken op rechten van spelers bijvoorbeeld. En we werken ook wel voor andere zaakwaarnemers die een probleem hebben en zeggen van nou dat is juridisch, willen jullie dat doen? Dus het heeft zich een beetje verschoven. Ja, dus René is een ex-collega eigenlijk. Meer. Want jij staat nog wel door weer en wind langs de velden. Wat is de charme daarvan? Nou, dat heb ik natuurlijk jaren gedaan, Ed, maar ik zit nu in een situatie, ik word ook een dagje ouder en ik heb die tijd ook wel gehad dat ik echt in weer en wind aan velden ga staan. Ik heb nu de leeftijd dat ik zeg, ik ga die 7, 8 jongens die ik heb, die ga ik dus top begeleiden. Ja. En dat van vroeger, maar in ieder geval een jaartje of 10 geleden op de dinsdagavond, dat niet meer. Nee, er zijn grenzen. Wat heeft jou doen besluiten om dat pakket eraf te gooien, Peter? Ja, eraf te gooien. Het is geleidelijk gegaan. En, wij deden het naast het advocatenkantoor, waar ik toen directeur van was en mijn zoon naamgever. En op een gegeven moment merk je dat het juridische werk, het advocatenwerk, dat ons eigenlijk opslokte. En dan verschuift het zich vanzelf. En wij vinden het eigenlijk ook wel interessant om meer bezig te zijn met problemen over een contract dan dat je nou met ouders van een speler voor de 20e keer om de tafel gaat zitten om ze uit te leggen waarom hun zoon de eerste helft niet gespeeld heeft. Ja, dat weet ik. Ja. Dus. Want ik kan me voorstellen dat je dat ook gaat irriteren soms. Hè? Want ouders die vinden hun zoon de beste voetballer van de wereld gemiddeld gezien. Ja. Was dat ook iets waarvan je zei? Het is natuurlijk iets wat erbij hoort. Hè? Als je, dat zit vast aan het vak van spelersbegeleider. Maar soms is het wel zo. De ene ouder is de andere niet. En aan sommigen moest je veel meer tijd besteden om dat een beetje in goede banen te leiden. Heel veel ouders hebben geen spiegel dan thuis, vind ik. Dan kijken ze niet in de juiste spiegel. Dan denken ze dat de zoon beter is dan dat hij is. Nou ja, vaak is het zo. Je moet die ouders als het ware rustig zien te houden. Ja. Want je maakt natuurlijk vaak mee dat op het moment dat hun zoon dan op de bank zit, dan willen ze eigenlijk het liefst dat je nog in de rust het bestuur gaat aanspreken. Ja. Daar moet je ze van afhouden. Maar dat hoort er allemaal bij hoor, dat snap ik wel. Ja. Maar, dat juridische, hè, dat is logisch, hè, dat kleeft al je hele leven aan je. Ja. Je zit ook in die wereld al als de meest fameuze misdaadverslaggever onder meer van dit land. Even een actueel feitje, hè? Want gisteren ex-FC Twente en Ajax aanvaller Quincy Promes maakt zijn rentree bij Spartak met een assist. Hoe is die huidige situatie met dat onderzoek naar hem? Maar dan moet ik zeggen dat er voor hem niet goed uitziet. Ik weet daar toevallig vrij veel van. Ja. Volg dat. Ik heb contact met betrokkenen. En voor mij persoonlijk staat het vast dat hij betrokken is geweest bij die steekpartij. Ja. Heeft hij zelf gestoken? Hij heeft zelf gestoken. Zoals ik het verhaal ken. Hè. De rechter moet er uiteindelijk over oordelen. Maar laat ik zeggen, als misdaadverslaggever die zich in de zaak verdiept heeft, dit ziet er voor hem niet goed uit. En ik denk dat Ajax daar ook achter is gekomen. En dat de reden is geweest dat hij op een gegeven moment niet meer werd opgesteld. En dat ze heel blij waren dat hij naar Moskou ging. Maar daarmee eindigt het verhaal natuurlijk niet. Want die zaak die loopt nog door. Er zal op enig moment ongetwijfeld een rechtszitting komen. Ben ik van overtuigd. Ja, dan is de vraag, komt hij daar naartoe? Komt hij vrijwillig opdagen? Komt hij niet?
Nou ja, dan wordt die, kan die bij verstek veroordeeld worden. En dat betekent dan dat als die veroordeling onherroepelijk is, dat hij vanaf dat moment natuurlijk niet meer kan reizen. Nou, een voetballer die niet meer kan reizen, dat is natuurlijk niet te doen. Dus er hangen hem echt nog wel moeilijke tijden boven het hoofd. Was toch ook beslag gelegd op zijn woning? Ja, ook. Ja. 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 Maar goed, hij zal ongetwijfeld met Spartak Moskou zich plaatsen voor de Europese toernooien. Dat wordt dus een probleem, kennelijk. Hè? Nou ja, tenzij hij natuurlijk naar die rechtszitting gaat en daar zijn verhaal doet. En nou ja, dan moet hij hopen dat daar iets uitrolt. Waardoor hij misschien wel kan blijven voetballen. Een taakstraf misschien of zo. Ik kan het allemaal niet invullen. Nee. Dat moet de rechter nu doen. Maar goed, aan de andere kant, er is natuurlijk wel iemand neergestoken die daar een flinke verwonding bij heeft opgelopen. Ja. Die daardoor op dit moment ook niet kan werken, zo weet ik. Ja. Nou ja, dus ja, dan wordt een taakstraf alweer wat onwaarschijnlijker. Ja, precies. Even een wat luchtigere onderwerpen. Hè. De wedstrijden van afgelopen weekend. FC Twente speelt thuis tegen Willem II, René. 1-1, weer niet gewonnen. Twente doet het over de hele uitstekend. Alleen die thuiswedstrijden blijft een dingetje. Ja, die willen nog niet. Ik vond dit de slechtste tot nu toe tegen Willem II. Het was traag. De opbouw van achteruit was erg matig. Pieri deed niet mee ook. Pieri deed niet mee. Ja. Daar speelde dus die jongen Staring voor. Deed het niet onverdienstelijk trouwens. Nee. Maar je ziet wel dat aan de opbouw natuurlijk weer een stukje minder is geworden. Want daar vind ik Pieri juist sterk in. Ja. Voorin zijn ze al tijden de vorm kwijt. Danilo, die is het ook nog even kwijt. Nassing heeft zich nog niet kunnen laten zien aan het publiek, vind ik. En dan bedoel ik met publiek voor tv, die heeft nog niks... Wel weer een assist, hè? Wanneer? Gisteren toch, nog niet. Tegen Willem II. Is V dat een assist? Nou ja, goed. Ik bedoel, hij geeft de bal op Bos. Ja, oké. Okay. Hij trekt hem voor. Maar goed. Ja. Ik vind Twente nog niet... Oké. Ik vind een assist echt wat anders, maar goed. Dat er nog een actie aan vooraf gaat. Ja, dat vind ik wat meer assist. Maar ik vind Twente wel een ploeg die er gewoon natuurlijk om plek 8, 7 moet blijven strijden proberen, maar het wordt wel minder nu. Het wordt wel moeilijker. Nou ja, kijk, om te beginnen wil ik even opmerken dat mijn beleving is dat in dit coronatijdperk het voordeel van de thuiswedstrijd eigenlijk nagenoeg weg is. Ja. En je ziet echt uitslagen waarbij je denkt dat zou in de oude tijd een zekere overwinning voor de thuisploeg zijn geweest en die krijgt nu gewoon klop. En dat heeft ermee te maken, geen publiek op de tribunes, toch een beetje de uitstraling van een veredelde training. Dus dat thuisvoordeel is weg. Vooral voor clubs die het moeten hebben van die vurige aan. Precies, tuurlijk. Maar Peter, bij Twente is het ook zo, dat weet jij, je bent er vaak geweest. Als ze niet goed spelen, kan het ook tegen je keren. En of deze ploeg daar wel klaar voor is om dat op te vangen als het niet loopt en ze beginnen te fluiten. Ja, maar dat goed, Twente heeft natuurlijk op zich een voortreffelijk seizoen. Wat wil je nou dan? Ik bedoel, dus beter dan dit is bijna niet mogelijk, zou ik zeggen. Dus ze gaan heel goed en dat er dan nu af en toe een wedstrijd wordt verloren of knullig punten worden verspeeld, dat hoort erbij. Maar ze zijn gewoon veilig. Ja. En je gaat natuurlijk wel merken dat naarmate het seizoen verder komt, dan gaat de rekker vaak een beetje, dat zie je dan vaak bij dit soort clubs, dan gaat de rekker een beetje uit. En of een aantal belangrijke spelers die dan niet spelen, de senioriteit van een Brahma misschien, dat is ook, speelt ook een rol. Ja, Czerny mis je nog meer. Czerny natuurlijk. Ja, Czerny, die mis je. Ja. En als die Danilo weer een beetje het op zijn heupen krijgt, dan kan het ook zomaar weer... Die heeft een tikkie gehad dat Haller kwam, vind ik. Daarna was het in één keer dat hij dacht, oh, nou ben ik derde, vierde man bij Ajax. Nou hoef ik voorlopig nergens op te rekenen. Hij was toch al weg voordat Haller kwam. Ja, maar ik bedoel, hij dacht, als ik het hier goed doe, kom ik aanstaande zomer in de picture. Dan kom ik in de picture en dan kan ik misschien wel één worden. Ja. Maar nou denkt hij, die kans is, we hebben Traoré nog, we hebben Brobbie misschien nog. Die heb je wel eens iets van gehoord de laatste tijd, Brobbie. Ja, er was veel gedoe vorige week over Brobbie. Nico-Jan Hoogma zou hebben gezegd dat hij naar Leipzig moest, is niet waar. De context was heel anders. Het wordt weer verdraaid. Nico-Jan Hoogma is voor talentenopleiding in eigen competitie. En ook eventueel verhuren aan een FC Twente als ze nog niet de kans hebben om in de eigen ploeg, zeg maar, in de basis te komen. En in dat kader, want jij bent eigenlijk, Peter, kan ik jou... Jij bent ja-kaarthouder, verklaard fan van Ajax, denk ik. Ja. Normaal gesproken ja-kaarthouder. Ja. Haller, die move om die te halen. Ik kan me voorstellen, dat is goed natuurlijk voor de uitstraling, voor de prestaties. Maar voor die jongens, hè, zoals een Brobbie en een Danilo in tweede instantie.
Ja, nou ja. Natuurlijk is dat lastig, maar goed, je speelt aan de top, je speelt bij Ajax en dan moet je onderscheidend zijn. En dat is niet iedereen gegeven natuurlijk, nee. Velen willen het proberen, maar ik snap wel Ajax dat ze Haller gehaald hebben. Dat is natuurlijk gewoon echt een goede speler waar Ajax nog heel veel plezier van kan krijgen. En de vraag is soms ook, hoeveel geduld heeft een speler? Ja. He, ik denk dat, of zijn omgeving ook. Of zijn omgeving, natuurlijk. En, ik moet overigens wel zeggen dat ik heb gelezen over die uitspraken van Nico-Jan Hoogma. Ik moest daar erg om lachen. Ik was een beetje verbouwereerd dat daar een rel over ontstond. Want wat die man zei was toch gewoon heel normaal. Heel redelijk, ja. Heel normaal. Ja. Gewoon iemand die een beetje meedenkt met een situatie. Ja. En als je dan ook weer ziet wat voor ophef daarover ontstaat, dan denk je ook wel een beetje van, nou ja, dat kan ook alleen maar in de voetbalwereld. Ja, daarom is het de voetbalwereld ook een beetje. Maar goed, bij VI wordt er natuurlijk ook weer extra opgeblazen. En dan gaan ze ook zeggen van, de uitspraken, Ajax doet er aan mee, Overmars. En terwijl het niet zo is, want het zijn toch journalisten, die hebben toch een portie hersens, waar ze dit in ieder geval niet over hoeven te zeggen. Hoe dat natuurlijk ook vaak gaat, jongens. Hij heeft die uitspraak gedaan. Bij Ajax heeft men zich daar geen seconde om bekommerd waarschijnlijk. Maar dan belt er een journalist op en die zegt van, Mark, heb je dat gehoord van die Nico-Jan Hoogma? Ja, zegt Mark, wat dan? Nou, heeft dit en dit gezegd. Is het niet schandalig? Ja. en dan zegt de Mark Overmars, ach ja. Nou, en vervolgens staat in... En dan beginnen ze met die kop. Overmars, woedend op Nico-Jan Hoogma. Zo gaat het natuurlijk. Maar dat hoort ook een beetje bij die voetballerij, zoals gezegd. Wat zou jij bijvoorbeeld, je bent niet de zaakwaarnemer van Bobby, wat zou jij zo'n jongen adviseren? Nou, ik zou over het algemeen in dit soort situaties iets meer geduld proberen aan te praten. Mm-hmm. Je ziet dat het seizoen is lang, er worden veel wedstrijden gespeeld, je krijgt je kans echt wel. En Bobby heeft ook al momenten gehad dat hij zich daarin onderscheidde. Nou ja, dan denk ik altijd maar als je bij internationaal bij Ajax dan toch je minuten pakt en je belangrijke doelpuntjes maakt, dan komt je tijd wel. Peter, maar zo goed is hij toch ook niet dat we zeggen, die moet er direct in, zoals Kluivert toen, vind ik tenminste. Het is niet in alle eerlijkheid een speler waarvan ik zeg, ik ga dwars in de deuropening liggen om te voorkomen dat hij eruit loopt. Als hij gaat, nou ja, ik wens hem alle succes, maar daar hangt niet de toekomst van Ajax van af. Dat denk ik ook duidelijk. FC Twente heeft een nieuwe keeper voor de komende 4 jaar, Lars Oenerstal van PSV. René, Hele goede zet. Ik had Jan Struijer, begin juli dacht ik, had ik contact met hem. Ik zeg, mocht er eens iets gebeuren met Drommel in deze voorbereiding, denk in ieder geval aan Oenerstal, want dat is echt een keeper die bij PSV toch niet gaat keepen en die je misschien wel kan huren met, nou dan bleek dat het contract uitliep en nu hebben ze hem gepakt. Ik vind dat een hele goede set, ervaren jongen, normale jongen, echt een goede vent, ook gewoon net over de grens. Ja. Goeie keeper voor Twente, meer dan dikke prima. Ik moet je zeggen, ik vind het een hele opzienbarende transfer. Toen ik het las, dacht ik echt, dat het lukte. Dat Twente dat voor elkaar kreeg, was mijn eerste gedachte. Ja. Want ik vind die Oenerstal een van de beste keepers van de hele Eredivisie. Uitstraling. Ja. Is een geweldige doelman. Ja. Daar heeft Twente een superset mee gedaan. Leeftijd. Ik zou je ook zeggen, maar goed, ik ben uiteraard geen trainer bij PSV. Maar bij mij had hij bij PSV ook in het eerste gestaan. Ze hebben notabene een Duitse trainer met Schmid, hè? Ja. En hij woont net over de grens, Peter, bij ons. Ja. Hij kan rijden naar huis en bouwt een nieuw huis. En fenomenale keeper, vind ik het. Ja. Zal er niet ook al in het achterhoofd van PSV de deal hebben gezeten van Drommel naar PSV? Want nee, dat hoeft niet. Is groot. Dat hoeft niet, want Oenerstal loopt af. Je hoeft dat niet. Je kan daar wel iets overleggen met elkaar, maar Oenerstal is eigen baas. Ja. Want die liep af, dus die heeft niks met PSV te overleggen. Nou lijkt het erop dat Drommel naar PSV gaat. Ajax zit ook op het vinkertouw. Wat vind jij van Drommel? Moet Ajax zo'n voetballende keeper pakken? Nou, ik heb Drommel jarenlang gevolgd al. Ik heb meegemaakt van nabij dat hij zijn debuut maakte. Ja.
En nou ja, het is, toen is die overigens vaak neergezabeld door critici. Ja, maar ik heb hem altijd een hele talentvolle keeper gevonden. Dus deze jongen gaat zonder meer een hele mooie carrière tegemoet. En, maar nogmaals, per saldo denk ik dat FC Twente er niet op achteruit gaat met Unnerstal. Nee. Let maar op, ik wil met jullie een weddenschapje wel afsluiten. Die gaat volgend seizoen zich enorm onderscheiden. Wordt een van de beste keepers van de Eredivisie. Ja, flesje wijn? Nee, wij geloven daar ook in. Hè? Ja, nee, 100%. Ja. Ik sta achter Unnerstal de keuze. Dus ja. Ik vind, maar ze hadden het ook over Gorten van Go Ahead. Die heeft nog niet in een stadion gekiept met 50 mensen. Nee. Dus wat moet hij dan direct in de Eredivisie? Die jongen is 21 volgens mij. Dit is top. Goeie keus. Ajax op het vinkertouw van Drommel. Er is ook al links en rechts wat gesproken. Maar Ajax zit ook nog met de situatie Onana in de maag natuurlijk. Ja, hè? Ja. Er is beroep aangetekend. We kennen het verhaal met het pilletje enzovoorts. Hoe groot is de kans dat Ajax wat van die straf van een jaar af kan krijgen nog? Ik denk dat het heel moeilijk zal zijn. En ik heb wel het gevoel dat Onana inderdaad geen dopingfraudeur is. Dat dit echt domme pech is geweest. Ja. En dan is het natuurlijk wel een hele zware straf. Een jaar lang niet spelen en een jaar lang niet trainen. Ik vind eigenlijk dat dat niet kan. He, dat is bijna een beroepsverbod wat je aan iemand oplegt. En als je hem dan schorst, dan vind ik dat zo iemand moet kunnen meetrainen. Ja. Zodat als dat jaar om is, dat hij dan gewoon er meteen weer in kan. Maar nu zou het eigenlijk zo zijn dat als hij niet op een of andere manier op niveau kan trainen, dat hij na dat jaar nog eens een keer moet gaan optrainen. En dan ben je nog 3 maanden verder. Ja, en, het voelt heel onrechtvaardig dit. Ja, en ik snap heus wel dat je met doping strenge regels moet stellen. Want anders heeft natuurlijk ook iedereen een smoes. Ja, een vrijbrief. En heeft het pilletje van zijn zus en noem maar op. Hoe het kan snap ik niet in het donker, hoe je het verkeerd kan pakken. Nou ja. Het kan misschien wel, maar ik heb het vroeger 1 keer gehad met urine. Moest ik naar de dokter en nam ik van mijn vriendin mee. Zei ze, u bent niet zwanger. Dus ik heb ook wel eens geluk gehad met zoiets. Dat je het verkeerde meeneemt. Maar goed, kijk, wat ik is op jou dan weer. Wat ik is algemeenheid niet snap, hè, is dat topsporters kennelijk als ze hoofdpijn hebben snel een pijnstiller pakken. Ik zal je zeggen, het aantal pijnstillers wat ik in mijn leven heb geslikt, en ik word dit jaar 65, ik denk dat je dat op de vingers van één hand kan tillen. Principieel tegen. Ja, gewoon dat ik denk van, ook niet waarom nodig. Het hoofdpijn niet meteen wat pakken. Nee, natuurlijk niet. En dat voorkomt al een heleboel. Ja. We blijven nog even bij keepers. Hè. Drommel, dat gaan we zien waar die naartoe gaat. Stekelenburg is bij de selectie van het Nederlands elftal gekomen. Daar zit Drommel ook bij. Heb je zoiets, Peter, van als hij erbij komt, dan moet hij ook nadrukkelijker bij zijn, dan zal hij ook het toernooi gaan spelen, bijvoorbeeld. Althans spelen, maar bij de eerste 2-3? Bij de eerste 3 dan. En ik moet je zeggen, ik heb Stekelenburg altijd een hele goede keeper gevonden. En heeft het altijd heel goed gedaan. Heeft niet de beste keuzes in zijn carrière misschien gemaakt. Als je naar het aantal gespeelde wedstrijden kijkt. Maar nu is hij natuurlijk terug en doet het heel goed. En ik denk dat de Boer, die hem heel goed kent, ook heeft gedacht, dit is iemand die je qua leeftijd en ervaring wel in de kleedkamer erbij wil hebben. Ja. En als die dan in vorm is, dan staat dat niet ter discussie. En dan is die ervaring wel heel fijn. Ja. Maar ik verwacht niet dat hij gaat keepen. Nee, dat niet. Dat zal Sillissen wel worden, die keept weer. Drommel of Stekelenburg bij de selectie als het teruggekozen moet worden? Potverdikkie, dat is een goede Ed. Ja. Nee, maar goed, Drommel zat er al een keer bij. Ja, weet ik. Zit ook weer in de voorselectie. Toch denk ik voor Drommel. En waarom? Omdat Sillissen kun je wel als A-keeper houden. En als het, is een moeilijke, want als Krul Sillissen de nummer 2 zijn normaal gesproken. Ja. Of Stekelenburg misschien. Ja. Ja, dan zou ik die wisselen bijvoorbeeld. Ik zou een jeugdige keeper er altijd bij halen. Ik zou Drommel erbij pakken. Die zou ik er toch bij pakken. Wat zou jij doen? Nou ja, ik snap de keuze voor Stekelenburg wel. Maar goed, dan moet je inderdaad een zekere eerste keeper hebben. En dan misschien inderdaad talentvolle Drommel als meenemen met Stekelenburg erbij. Want twee ervaren oude rotten, dat hoeft ook weer niet. Nee, dat is een beetje overdreven misschien. Heracles Almelo win van PEC Zwolle. En de trainer gaat vandaag bijtekenen. Wormoed, de Duitser. Goeie zet. Nee? Ik had het niet verwacht. Toch ik niet? Ik denk hij is 3 jaar geweest. En ze gaan voor een ander. Maar ze hebben toch Wormoed weer 1 jaar genomen. Hij wou graag dat er wat meer lijn kwam
in beslissingen dat er wat meer mogelijk was bij Heracles, zeg maar. Hij wilde de lat wat hoger leggen. Ambitiedingetje. Is dat wel realistisch? Ja. Kan Heracles hoger eindigen dan dat is een hele goede van jou, maar dat weet ik niet of dat wel mogelijk is. Want ze hebben op dit moment niet een speler zoals toen Dessus, Kuwas, dat soort jongens die echt... Die kwamen natuurlijk ook maar op als poepers, had vooraf ook Dessus werd geruild met Dalmau. Dalmau die ging weg. Ze dachten, en nu? Kun je niet voorspellen. Maar hij zal ongetwijfeld iets hebben gehoord wat hem bevalt. Want anders had hij niet verlengd. Want zo is hij wel. Want die man kon wel kiezen uit meerdere clubs. Ja. Wormoed? Nou ja, je moet denk ik vaststellen dat die man het gewoon goed gedaan heeft. Ja. Ik sta er toch elk seizoen weer van te kijken hoe Heracles zich eigenlijk handhaaft met bescheiden middelen. Ja. En eigenlijk geen punt van discussie. Ja. Nou, dat is heel knap. Ja, goed beleid voor een kleine club uit een relatief kleine stad. Duitse trainers, Letsch doet het goed bij Vitesse, Wormoed bij Heracles. Dan hebben we Roger Schmid bij PSV. Die heeft natuurlijk dat dingetje nu met, los van het feit dat hij Oenerstal naar Twente laat gaan, heeft hij het Ihattaren verhaal. Hoe kijk jij naar Peter? Ja, ik moet je zeggen dat ik vind dat die Roger Schmid erg vijandig wordt bejegend in de media en in de praatprogramma's met name. Een beetje kortzichtig, eendimensionaal. En als we het dan hebben over het geschil met Ihattaren, dan vind ik ook dat de media om wat onbegrijpelijke redenen ineens heel erg de kant van die speler kiezen. Terwijl je, als ik kijk hoe PSV normaal gesproken met spelers, met mensen omgaat, is dat toch geen onmenselijke club. Zeker niet. En dan denk ik dat je misschien wel eens zal moeten onderkennen, moeten aanvaarden, dat die Ihattaren gewoon wel een lesje nodig heeft. Hè? En dan wordt er geroepen, maar die jongen is 19. Maar dan zeg ik, maar voor hoeveel staat die jongen op de payroll? Hè? Ja, is dat 5 ton of is dat 7 ton per jaar inmiddels? Ik weet het niet, maar ik schat zoiets. En dan denk ik, daar mag je dan toch wel iets van verwachten. Ja. Hè? Dan hoef je toch niet te normaal zeggen... Normaal gedrag. Ja. En ik denk dat men daar wat te eenzijdig in oordeelt. Er zijn gewoon spelers die, bij wie het muntje niet tijdig valt. Ja. En die moet je dan wel eens een keer tot de orde roepen. En dat mag en dat moet ook, vind ik. Ja. Als je een speler voor zo'n bedrag op de payroll hebt staan. Kijk, is het een speler die voor een onkostenvergoeding aan het voetballen is en 19 jaar is? Tuurlijk, dan past daar een andere houding van de club bij. Maar dit is gewoon een man met een eerste klas zaakwaarnemer. Ja. Hè, wat ook al natuurlijk iets zegt. Ja. Nou, dan mag je die toch gewoon ook wel volwassen benaderen. Kom op. Toch is ze hebben het ook al geprobeerd met hem, Ed. Ze hebben het ook al geprobeerd met Van Bommel heeft met hem gezeten. Van Nistelrooy. Ja. En die hebben allemaal hem proberen te masseren. Van zo moet je... En dan gaat het toch weer uiteindelijk een keer weer missen. Die willen uiteindelijk maar één ding. Altijd in de basis. Dan heb je ze rustig. Ik las van het weekend in de Volkskrant een hele goede column van Paul Onkenhout. Ja. In de Volkskrant over hem. Ja, waarin hij zei van... niets wijst erop dat deze jongen met topsport bezig is. Ja. En ik vond dat wel een verfrissend tegengeluid in de stroom van... maar het is zo zielig en PSV maakt dit talent kapot. Nou, ik denk dat dat echt veel genuanceerder ligt. Even Rami Serouki bij FC Twente. Heeft zich goed gemanifesteerd. Ken jij hem? Nee. Van vroeger uit, komt van Ajax, was daar te klein, moest vervolgens weg. Heeft een Nederlandse nationaliteit, maar heeft nu inmiddels ook de Algerijnse nationaliteit aangevraagd, omdat hij zich ook half Algerijn voelt. Zijn vader is Algerijn en hij heeft daar familie wonen enzovoort. Voor het Nederlands elftal maakt zo'n speler geen kans. Dit is misschien wel de weg om nog voor een nationaal elftal op te treden. Ja, lijkt mij wel. Ja. Wat vind jij van zijn ontwikkeling? Ja, hij heeft het goed gedaan. Hij heeft in de jeugd speelde die al vrij goed. En, maar er werd nooit aandacht aan besteed, aan de jeugd, bij Twente natuurlijk. Maar toen hij in onder 19 zat, was hij eigenlijk elke week ook een van de betere. En je kan hem centraal zetten, waar hij bij Ajax speelde. Je kan hem op 6 zetten. Je kan hem op, misschien is dat niet de beste positie, wel 8. Ja. Maar prima spelen voor dit Twente. Ja. En ook weer eigen jeugd. Dus, is hij rijp voor het nationale elftal van Algerije? Is een goede ploeg, hè? Afrikaans kampioen. Hmm. Ed, die heb ik net zo vaak gezien dan Bridget in de badkamer. Dus ik kan jou daar niks over vertellen. Ik kan jou daar niks over vertellen. Jammer voor jou. Ja. Maar wat ik wel vind is, en dat mis je tegenwoordig in het Nederlandse voetbal
heel erg. Het tiki-taki voetbal, dat is het niet meer. Het is allemaal lange ballen, het is allemaal... Is dat een woordgrap, Hoe bedoel je? Tiki-taki, zeg je. Ja, tiki... Bestaat er ook tiki... Oh, tiki, zo bedoel je, tiki-taki. Nee, taki bedoel ik niet van... Maar het is allemaal een beetje van... En lange ballen, en hotse knotsen, het is niet meer... Straks kom je nog met tiki Holleder voetballen, maar goed. Nee, dat doet de neus niet. Nee, dat blijft terzijde. Even een paar vragen van het publiek. Jouw standpunt aangaande Qatar 2022, het WK. Je hebt inmiddels Kamp Derksen, hè, boycott. Ja. En je hebt de mensen die er wat genuanceerder in staan. Hoe sta jij daarin? Ik vind het een moeilijke discussie, maar ik ben niet voor een boycott. Ik ben toch van de school die zegt sport verbroedert. Ja. Sport kan dingen in gang zetten. De aandacht die, erbij komt. Ik denk dat sport altijd een positieve uitwerking heeft. En natuurlijk zijn daar dingen gebeurd die niet kunnen, maar we moeten ook aanvaarden dat niet elk land in de wereld op het niveau van ons land opereert. En dat kost tijd. Maar bovendien is de vraag ook, als je daar niet kan voetballen, waar dan wel? Ja. Als Rusland het op zich wil nemen, heb je daar weer het gedaan. Dan heb je Rusland, dat is ook weer wat. Noem het allemaal maar op. Ja. Dan zijn er natuurlijk meer landen in de wereld waar je niet kan voetballen dan wel. Ja. Duidelijk. Han van Meerten vraagt, waar ga je op stemmen? Ja, nou, ik wou dat ik het wist. Lastig. Ik vind het deze reis erg lastig. Heb je de stemwijzer ingevuld? Ja. Waar kwam het op uit? Nou, daar kwam volt uit. 220 volt. Ja, een vrij nieuwe partij. Ja. Ik keek er zelf ook van op. Ja. Maar ja, goed. En van de grote jongens, wie zaten daar hoog? Ja, dan... maar dan kom ik toch in de buurt van wat ik ga stemmen. Dus daar zeg ik me even niks over. Okay, want ik zal je ook heel snel zeggen waarom. Want anders, ik laat me nog wel eens uit over maatschappelijke dingen. En als ik dan zeg van ja, ik stem daar en daar op. Dan begint iedereen meteen te roepen. Ja, maar dat is logisch. Want hij stemt ook. André Scheffers, wat zijn je grootste voetbalidolen? Ja, natuurlijk Lionel Messi. Ja. Dat is de GOAT, greatest of all times. Ja. En ik ben een enorme fan van Messi. Kijk ook altijd in het weekend of hij gescoord heeft. En dat blijf ik volgen. En dat vind ik echt dat is voetbal. Met kop en schouders de beste voetballer aller tijden. En binnen de grenzen? Binnen de grenzen... Jij had een fetish met Piet Keizer, hè, altijd? Ja, natuurlijk. De legendarische linksbuiten, zoals we die niet meer... Met genoten deze week. Ja. 71 kwam we terug even op Fox, op ESPN. Oh ja. Die was er weer op. 71, Europa Cup. Elk momentje zie je dan weer voorbij. Wat mooi, wat een mooie tijd. Wat een mooie tijd. Ja. Maar meer dan de helft was al overleden. Ja, dat gaat heel snel. Nog een vraag van Roland Stoker. Gaat FC Twente ooit nog kampioen worden? Nou, die kans acht ik niet zo heel groot, eerlijk gezegd. Niet op korte termijn. Ik denk dat de kans groter is dat ze nog een keer degraderen. Dat wil ik niet graag horen. Ja. Nou, ik denk dat daar wel een kern van waarheid in zit. Maar goed, ik zeg de kans is groter. Mm-hmm. Ja. En Roland ook nog even, heb je een bijgeloof? Ja, ik ben vrij bijgelovig, eerlijk gezegd. Noem eens een voorbeeld. Nou, om maar wat te noemen, ik ben ook een enorme fan van Roger Federer, tennisser. En ik hoop ook dat hij nog een keer zo'n Grand Slam pakt, hè, Wimbledon of zo, waardoor hij weer alleen recordhouder wordt. Maar ik heb ervaren dat als ik naar die finales kijk, dat Federer dan niet wint. Oké. En dan ben ik dus echt zo dat ik niet kijk. Stom, hè? Wat benieuwd. Nee, waarom? Bijgeloof. Maar dan ook niet via Twitter of zo volgen dan die partij, of wel? Of nou, dat misschien dat ik dan even op teletext of zo kijk, weet je wel. Maar ik ga niet dan kijken. Nee. En dat is natuurlijk toch een soort van bijgeloof. Ja, mooi. Ja. Nog even een rondje prognoses tenslotte. Toch even, omdat Ajax natuurlijk voor de Europa Cup tegen Young Boys speelt. Wat gaat het worden, Ajax tegen Young Boys Bern? Nou, ik denk, ik vond de gunstige loting. Ik denk dat we moeten ze niet onderschatten, maar Ajax moet dit kunnen winnen. Ja, uitslag? Nou, ja, ik denk toch dat Ajax met twee doelpunten verschil wint. Okay, ik had ook 2-0. Ze hebben wel Leverkusen uitgeschakeld. Ja, Ajax moet kunnen tegen Young Boys. 2-0. Komend weekend ADO tegen Heracles.
Een 1, ADO. Toch? Ja. Gelijkspel. Ja. Die moeten, hè, eigenlijk. Ja. Gelijkspelletje. Oké, okay, dan hebben we AZ tegen Twente. Dat is ook een 1, dat is AZ. Uitslag? Ja. 2-3-1. We doen altijd uitslagen. Nou, dus... dan doen we dat ook. Ja? 2-3-1. 3-1. Voor AZ. Ja, ik denk dat AZ dat met 2-0 wint. 2-0. En ja, dan hebben we tenslotte misschien ja, de topper in de Eredivisie, PSV Feyenoord. Nou, is dat een topper? Een gewezen subtopper. Dat is een subtopper. Een subtopper, ja. PSV is ja, nummer 2. Ja. Nou, ik denk toch dat, dat PSV dat wint. PSV. Ja. Oké, okay, wat denk jij? Ik denk 1-1. 1-1. Feyenoord wel altijd goed in Eindhoven. Ja. Uitwedstrijden, ja, beetje inzakken. Inzakken. Pek speelt tegen Ajax. Ja. Dik kan hier roemloos afgaan in carrière. Ajax tegen Pek, moet ik zeggen. Ja, nou ja, dat moet Ajax mag natuurlijk gewoon echt met 3-4 doelpunten verschil. Het is wel eens Zwolle, hè, Peter? Okay. Ja. Maar dat kan nog. Altijd lastig. We gunnen Bert Konterman een overwinning, maar goed. Hij heeft te maken met de beperking van de kwaliteit. Duidelijk, hartstikke mooi dat je er was, Peter. Dat was weer een aflevering. Mooi dat je tijd hebt gevonden om tijd gemaakt hier te zijn. Voor tijd gemaakt, kijk aan. Ja, voor bedankt, de goede orde. Ja, ja. En mocht je nog, je weet dat hij je goed kan imiteren. Dus mocht je nog in drukke tijden een imitator nodig hebben. Hij heeft mijn nummer. Ja. Heeft je nummer. Goed, ja, jij ook bedankt. Volgende week zijn we terug met een nieuwe aflevering van Voetbaltijd. Dan weer vanuit het Van der Valk Hotel in Enschede. Met een aansprekende gast. Wie dat is, dat gaan we op de social media beleven. Dat was er weer één. Tot volgende week. Tot ziens.